Gefeliciteerd met de 4-0 overwinning op Volendam. Ten eerste, wat is er met je haar gebeurd? Ja, ik ging met mijn vriendin mee naar de kapper en die zei, ja, je kan ook een keertje wat anders. En het is toevallig kermis, dus ik dacht, waarom niet? Ja, het is terecht de zegen, denk ik, die je vandaag hebt geboekt. Of zei je er met een ander gevoel bij? Nou, ja, eerste helft hadden we eigenlijk denk ik toch iets meer kans dan ons. Maar ja, met een geweldige bal van Nick kom je toch 1-0 voor. En tweede helft denk ik dat we de hele helft hebben gedomineerd en terecht hebben gewonnen uiteindelijk. Was dat iets wat weer ingestudeerd was, die 1-0 snel te hervatten? Nou, je weet dat Nick een fantastische trap heeft. En ja, die legt ze daar gewoon neer. En ja, op de counter is altijd goed, denk ik, met Nick. Dus dat doen we wel vaker. Ja, wat is er in de rust omgezet, waardoor Volendam eigenlijk in de tweede helft helemaal niet meer tot kansen kwam? Nou, je weet ook, Volendam heeft drie wedstrijden in een week gespeeld. Die werden wat vermoeid. En ja, wij, onze wissels hebben het heel goed ingevuld, moet ik zeggen. Heel veel energie gebracht. En toen zag je gewoon dat wij er overheen liepen. Je had vandaag weer een basisplaats, net zoals in de uitstrijd tegen Heerenveen. Wanneer hoorde je dat je ging spelen? Gisteren eigenlijk. Dat ik het toch wel heb verdiend om toch een keer te starten. En ja, toevallig tegen mijn oude club, dat is wel heel erg mooi. Is dat vooral mooi of is dat misschien iets wat je denkt van, tja? Ja, het is ook apart. Dus je hebt daar toch 14 jaar lang gevoetbald. En je kent al die jongens, je hebt wat moois meegemaakt vorig jaar met ze. En nou ja, het was wel heel leuk om ze te zien. En ja, 4-0, dat is wel lekker, hè? Heb je in aanloop naar de wedstrijd nog met de jongens gesproken? Ja, daarvoor heb ik wel met heel veel jongens gesproken. En ja, het is leuk om weer hun terug te zien. Hoe kijk je terug op je eigen wedstrijd? Ik denk verdedigend heel sterk. En balbezit af en toe iets te veel risico genomen. Maar ja, met onze bal van vaste spits hebben we het toch wel goed opgelost. Als we het niet konden oplossen, zeg maar voetballend. Dus ik denk prima. Je viel wel geblesseerd uit. Hoe is het nu met jou? Nee, prima. Ik kan maandag gewoon weer lekker trainen. Waar had je last van? Ik had toch wat kramp in mijn hamstring. Dus met 3-0 voor, geen risico's. Zondag tegen Feyenoord ben je er wel gewoon bij je. Ik ben er zeker bij. Veel succes toch weer. Dankjewel.